Ik ben Luca. Hoi, ik ben Maud. Welkom bij Dr. Green. Wij gaan jou meenemen in ons bedrijf. Hier bij Dr. Green werken wij met 60 studenten en 4 vaste medewerkers. De jongste werknemer is 13 jaar oud en de oudste werknemer is 28 jaar oud. Ook leuk om te weten is dat alle vaste medewerkers zijn begonnen als student. Omdat er ook zoveel scholieren zijn, is het extra gezellig om als scholier bij ons te werken. Waarom werk je eigenlijk zoveel scholieren? Nou, ik geloof erin dat iedereen alles kan, ongeacht je leeftijd. Talita, Mark en ik zijn heel de dag bezig om studenten al het werk wat hier moet gebeuren te laten uitvoeren. En wij krijgen daar gewoon super veel energie van. En wisten jullie trouwens dat Mark, Talita en ik hier zijn begonnen als scholier? En ik hoop dat later het bedrijf wordt overgenomen door scholieren die hier nu werken. Wat wij hier kweken zijn aloe vera's. Onze kast staat er vol mee. Dit zijn de aloe vera planten. In de bladeren zit pure gel. Dit is verzachtend, hydraterend, verkoelend en kalmerend. Mijn werkzaamheden bij Dr. Green zijn de planningen maken voor team productie van 25 studenten. Productiewerk is bijvoorbeeld stek sorteren, stek steken, maar ook zorgen dat alle planten in de kappen worden opgepot. Hier werk ik voornamelijk. Hier doe ik de personeelszaken meestal. Hier zit ik ook wel eens met Talita en Nikita. En hun doen ook personeelszaken en administratie. We werken hier met verschillende niveaus. Bijvoorbeeld de jongste scholieren doen stekjes steken. Ook hebben we natuurlijk mensen die de planten rapen. Dit is wat zwaarder werk, waardoor je ook wat ouder hiervoor moet zijn. Hier op kantoor hou ik me ook veel bezig met de werkschema's. We hebben bijvoorbeeld verschillende teams, zoals team orderverwerking, team rapen en team teelt. Team orderverwerking bijvoorbeeld doet alle orders klaarmaken. En een ander team die richt zich wat meer weer op de marketing van Dr. Green. Hey Mark, wat ben jij aan het doen? Ik ben een pakketje aan het inpakken voor Dr. Green. We hebben net een bestelling binnengekregen. En wat heeft diegene besteld precies? Een bladerenpakket. Dat kan onder andere gebruikt worden voor huidverzorging tegen eczeem. Luca, wat ben jij aan het doen? Ik koop de producten in voor de productie en ik ben nu de factuur aan het keuren. Vorige week hebben we 9 pallets besteld en ik ben aan het controleren of ze niet 10 pallets op de factuurbus staan. Hey Maud, wat sta jij nou te doen? Nou, ik ben nu aan het hoezen. Dit doen we altijd in de schuur en ik ben hier zelf ook begonnen als hoezer. En er gaan per dag soms wel 40 kammen weg. Nou Maud, dit was weer een productieve dag. Ja, vond ik ook, Luca. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en sharen en abonneer op dit kanaal. Peace! Out!